Hoi allemaal en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Kurt Nouwen. Welkom op mijn YouTube kanaal. En voor degenen die nieuw zijn, hier kunnen jullie je gratis abonneren als jullie dat nog niet hebben gedaan. Goed, in deze video, jullie hebben het waarschijnlijk al aan de titel gezien, ga ik naar Plankendaal. En ik heb hier wat beelden gemaakt. Het is wel heel bijzonder geweest om naar Plankendaal te gaan, zeker in deze coronatijden. We hebben ons strikt aan de voorwaarden gehouden. Dus als we naar binnen gingen, droegen we een masker als we binnen moesten. En ja, ik ben blij dat we terug een beetje naar buiten mogen, zeg maar. Je mocht al naar buiten gaan voor te sporten of als je ging wandelen, maar dan... Ja, liefst alleen of met twee. Maar nu, de coronamaatregelen zijn eindelijk een beetje aan het versoepelen. Ja, ik ga jullie niet langer in spanning houden. Dus hier zijn dan de beelden van Plankendaal. Veel kijkplezier. Nou, we zijn in Plankendaal. Heel bijzonder. Het is warm. Bijna 30 graden. Ah, hier zie je de beesten beter. Oh my god. Ik heb er een goede dag uit gekozen om te filmen. Dat is een bamboe. Wow, hier zit ook beesten. Deze zou dit al zijn. We hebben al een reuze bek. Ik ga maar verder, want de rest is voor. Nu komen we aan bij de ingang. Dus ga ik even stoppen en dan film ik daarna verder. Het is wat donker precies, hè? Mm-hmm. Ah. Ja, het is een donker beest, hè? Nee, zoren. Voilà, ondertussen zitten we in het park. Even sandwichje eten. Zo mooi, ik ga jullie alles laten zien.
waren de beelden van Plankendaal. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Als dat zo is, vergeet dan zeker niet om een duimpje omhoog te geven. Voor degenen die nog altijd niet geabonneerd zijn, doe dat hier eventjes beneden. Dan ben je altijd op de hoogte van mijn nieuwe video's. Want er komt op vrijdag, als ik een video post, is dat op vrijdag om 7 uur 's avonds. En voor degenen die een video gemist hebben, kunnen daar klikken. Of daar. Ding, 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 ding. En ja, dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Bye bye!